Hoe bouw je een sterk en succesvol team? En hoe zorg je dat je gesprekken beter verlopen? Met de interactielagen hebben wij een model gemaakt om dat te doen. Wij onderscheiden vijf lagen. De eerste laag, de laag van de inhoud. Hier praten we met elkaar over missie, visie, strategie. Waar gaan we voor? Waar staan we voor? Soms lopen die gesprekken niet zo lekker, zelfs troef. Dat zou kunnen komen omdat je een van de andere lagen te weinig aandacht geeft. Bijvoorbeeld laag 2, procedure. Wie is nou waarvoor verantwoordelijk? Welk tuintje is van wie? En wat gebeurt er als je bij iemand anders in zijn tuintje komt? Komt dan het gevoel, waar bemoei je je mee? Of mag dat? Die eerste twee lagen samen noemen wij de bovenstroom, inhoud en procedure. De derde laag is de gedragslaag. Op deze laag maken we afspraken met elkaar over hoe gaan we met elkaar om, hoe behandelen we elkaar. In kantoortaal noemen we dat ook wel ways of working of team rules of engagement. De vierde laag is de binnenwereld. Hoe dieper, hoe softer. Terwijl praten over binnenwereld vaak heel moeilijk en juist hard is. Want durf jij te zeggen hoe je je echt voelt? Boos, bang, blij of bedroefd? Je echte behoeftes aan te geven? Je drijfveren te benoemen? Wij gebruiken vaak een instrument genaamd profile dynamics om inzicht en begrip te krijgen in elkaars drijfveren en voorkeuren. De laatste laag, script. Hoe is je binnenwereld ontstaan? Waar komen die behoeftes dan vandaan? Script is eigenlijk een heel intelligent, intern strategisch beslismodel voor jezelf om om te gaan met alledaagse situaties. Die heb je jezelf aangeleerd door al je levenservaringen. Je bent wie je bent, omdat je was waar je was. Tot slot de context. Want soms zit het mee en soms zit het tegen. Dus de economische situatie is een voorbeeld van context. Maar ook dingen als maatschappelijke opinie. We vinden immers allemaal wel iets van bankiers, medisch specialisten. Toch? Sterke teams bouwen doen wij aan de hand van de interactielagen. Net als cultuurverandering. En welke laag heeft bij jouw team aandacht nodig? Of bij jouw gesprekken? Dat weet je nu wel, hè? Jawel.